Hey Bart, weet je nog wat je 9 jaar geleden als eerste zei nadat je met een nieuw Nederlands juniorrecord op de 10 kilometer over de finish kwam? Verdorie, niet onder de 29. Dat tekent jouw drive, maar helaas kon jij maar kort genieten van jouw bijzondere prestatie. Ja, je tijden zijn prima. Nee, het gaat niet goed met je. Je weet het nu nog niet, maar je gaat echt heel veel fysieke klachten krijgen zo. En mentaal hou je dat praatje in je hoofd ook niet vol. Hoe lichter ik ben, hoe minder kracht ik hoef te leveren om te presteren. Je eet gewoon structureel veel te weinig. Daardoor voel je je vaak slecht, maar dat gevoel verberg je voor jezelf en je omgeving met de voldoening van een goede prestatie. Maar Bart, zo werkt het niet. Je gebruikt enorm veel energie tijdens jouw trainingen en als je die niet aanvult, gaat je lijf eraan onderdoor. En dat lijf is nou net de tool die je nodig hebt om goed te presteren. Ik weet hoe graag je dat wil. Maar ik weet ook dat je niet geniet van wat je doet. En dan zijn zelfs de spelen het niet waard. Sterker nog, op deze manier ga je die niet eens halen. Want in 2016, in aanloop naar het EK Atletiek in Amsterdam, ga je veel klachten krijgen aan je kuiten en voeten. De sportarts ziet gelijk dat je lichaam enorm verzwakt is. En na die openbaring heb je ook een goed gesprek met een andere coach. Die spreekt de bevrijdende woorden uit. Ik heb liever dat mijn atleten iets zwaarder zijn dan andersom. Dat is de druppel en je gooit het roer om. In een nieuwe omgeving ga je het, op een gezonde manier, nog een laatste kans geven. Ik begrijp precies wat er dan in je omgaat. De angst om alles te verliezen door te veranderen. Want wat nou als je veel zwaarder wordt door meer te eten? En dus misschien langzamer. Het stereotype van de atleet met de ingevallen wangen is het toch niet voor niets? Maar het kan ook anders. Op een gezonde manier, die ook nog eens veel beter werkt. 9 jaar na ons record ben ik door een combinatie van voldoende voeding en goede kracht en duurtraining een echte atleet geworden. Met ruim 9 kilo erbij loop ik alleen nog maar harder. Bovendien ben ik nu echt gelukkig. En dat komt niet eens omdat ik alsnog de Olympische Spelen heb gehaald. Nee, ik ben gelukkig omdat ik weer volledig mezelf ben en alle dingen kan doen die ik leuk vind. De manier waarop jij nu bezig bent is trouwens helemaal niet raar. Ik vind het zelfs nog een soort van logisch gevolg van onze extreme gedrevenheid. Die kan ons ver brengen, maar is op dit moment ook jouw grootste valkuil. Je komt er uiteindelijk wel uit. Maar je kan jezelf een hoop ellende besparen door nu al het juiste pad te nemen. Luister bijvoorbeeld meer naar je ouders, hoe lastig dat ook is op jouw leeftijd. En communiceer open met andere mensen die dicht bij je staan. Er zijn echt heel veel mensen die je kunnen en willen helpen. Vergeet ook niet goed rond te kijken naar atleten die wel op een gezonde manier meedraaien op hoog niveau. Daarvan kun je veel leren, wat je ook zal helpen om in de toekomst voor atleten klaar te staan die dat nodig hebben. Dat had ik jou ook gegund. Bart, ik wens je heel veel sterkte en geluk. Bart.